Het is vandaag 23 juli, de hoogste tijd voor een update van onze Leyens Hive. De Leyens Hive is een horizontale kast waar we 29 april een kleine zwerm in hebben geplaatst. We gaan kijken hoe het er nu voor staat. Tussen hebben we de zomerdracht gehad, er is eigenlijk weinig te halen. Nu bijen maken zich op voor de winter, richten de winter zit in en daar gaan we ze een klein beetje bij begeleiden door het moerroosten weg te halen. Hier hebben we een sluitblok. Dus hierachter is gewoon speelruimte, dus lege ruimte. Sluitblok 1, 2, 3, 4 ramen waar de koningin kan leggen. Want hier kan ze niet voorbij. Dit is het moerrooster, het koninginnenrooster. Een rooster waar de bijen wel doorheen kunnen, maar de koninginnen niet. De koningin niet. En hier hebben we nu 1, 2, 3, 4 ramen in de honingkamer. Ik begin aan de kant van het broednest om te kijken of de koningin nog goed aan de leg is en of de broed zich goed ontwikkelt, of er geen bijzonderheden zijn, geen ziektes of wat dan ook. Dus het kantblok, er zitten altijd veel bijtjes op, in dit geval veel jonge bijtjes. Dat kun je altijd mooi zien. Dus jonge bijtjes worden ook wel grijsjes genoemd. Oh, dit voelt redelijk zwaar. Dat betekent eigenlijk dat er al best wat honing wordt opgeslagen in het broednest. Dus hier wordt eigenlijk al de winterzit ingericht. Je ziet aan de bovenkant een klein randje honing, dan wat broed en aan de onderkant wat stuifmeel. In de linker onderhoek daar zie je wat darrenbroed, wat bulkbroed. Die dikkere celletjes zie je. Daar zitten darretjes. Dus worden nog steeds darren gemaakt. Het tweede raam, meer richting het midden van het broednest, daar verwacht ik eigenlijk nog meer broed. En daar zie ik inderdaad, het hele raam is belegd met eitjes en larfjes. En een klein beetje gesloten broed aan deze kant. Dus hier hebben we van boven wat gesloten broed en een klein beetje voer. En als we dan naar beneden zakken, dan zien we daar eitjes en larfjes. Hier zien we eitjes op de bodem liggen. Hierboven wat gesloten broed, dat loopt dus allemaal weer uit. En dan gaat de koningin weer nieuwe eitjes leggen. Nou, hier zien we een raam volledig vol met gesloten broed. Bijna volledig vol met gesloten broed. En aan de andere kant een beetje hetzelfde beeld. Dus dit zijn bijen die allemaal gaan uitlopen komende dagen. Dus hier zien we het raam eigenlijk helemaal met gesloten broed. En één zo'n raam heeft zomaar 8000 cellen. Dus daarmee kunnen dus ook 8000 jonge bijtjes geboren worden als dat allemaal gesloten broed is. Nou, het laatste raam van het broednest. Is volledig met larfjes. Dus dat is al iets ouder broed, wat op het punt staat om dan weer verzegeld te worden. En aan deze kant weer heel veel eitjes. Dus eigenlijk is het volk helemaal nog niet bezig met het broednest zo te verkleinen. Ondanks dat er weinig binnenkomt, proberen ze het broednest toch nog wel aardig groot te houden. En dat is eigenlijk heel gunstig voor de ontwikkeling van de nieuwe generatie bijen, wat wij de winterbijen gaan noemen. Op gaan vliegen geven ze een klein puffje rook. Niet de hele kast onder roken, dat geeft alleen maar paniek. Een puffje is genoeg. Ik heb het nog nooit gedaan. Dit is een nieuwe kast voor mij. En ik ga proberen om het moerrooster eruit te halen. En die techniek moet ik nog even ontwikkelen, wat het handigst is. Ja, daar komt hij. Dit is het moerrooster. Moerrooster gebruiken we alleen maar als we honing willen oogsten. En dat wil ik helemaal niet van deze kast. Maar ik wilde wel een compact broednest maken. Nou, dat is gelukt. Dus ik zet het moerrooster gewoon even hier in de kast. Kunnen de bijtjes er rustig aflopen, hoef ik ze niet af te slaan. En dan gaan we kijken hoe de honingkamer eruit ziet. Dus het eerste honingraam, of het eerste raam in de honingkamer. En dat voel ik gelijk, dat is echt zwaar. Dit is zomaar, nou 3 kilo is dat zomaar. Nou, boven is het verzegeld, onder is het nog niet verzegeld, maar wel vol met nectar. Nou, tot de laatste 2 centimeters beneden is dit raam redelijk gevuld met honing. Een tweede raam in de honingkamer is al veel lichter. Dus eigenlijk veel minder dan dat ik verwacht had.
Ja, je zit eigenlijk nauwelijks wat in. Dat is misschien een pond. En dan zal dat ongetwijfeld voor de volgende ramen ook gelden. Die ze wel keurig hebben uitgebouwd. Maar dit waren allemaal kunstraadjes. Dus ook een leeg raad. Wel uitgebouwd, maar gewoon leeg. En het laatste raam is nog een kunstraad. Dus we hoeven eigenlijk het nest nog niet te vergroten. We laten het zoals het is. Schuiven het kantraam weer op. Mochten ze over het kantraam heen gaan, omdat er echt te weinig ruimte is, dat kunnen ze. Dan bouwen ze daar geen gekkigheid uit. Nou, het laatste bijtje sla ik even af. Ik kan het bijtje er ook gewoon afpakken. We zetten er een bakje in, want we gaan ze voeren. Dus een bakje met wat takjes, zodat ze eruit kunnen klimmen. En dit giet ik straks vol met suikerwater. Ik zet het toch hier neer. Hoppakee. Dat giet ik straks vol met een gietertje vol met suikerwater. En dat ga ik nu elke week doen. Elke week krijgen ze ongeveer 2 liter, 1 op 1. En daarmee gooien ze nog niet het hele nest vol. Maar kunnen ze al wel heel rustig het winternest gaan inrichten. En dat, zo ga ik door tot eind oktober. De koningin blijft dan een beetje aan de leg. Zodat we gezonde jonge bijen hebben die daar straks de winter in kunnen. En in half oktober zorg ik ervoor dat er ongeveer 15 kilo voer in de kast is. Dus een raam of 4 of 5 vol met honing. Wat er nu in zit en aangevuld met het suikerwater of de honing die ze gehaald hebben. En dan zijn ze klaar voor de winter, dan komen we er eigenlijk niet meer in. Dat was de update voor deze week. Tot volgende week.